Because here we go. Oh, wat is dit allemaal? Oh, dat zijn de mats. Oh. Oké. Ik wil de... Ik wil dit doen, ja. Deze wil ik. Oké. Bam. Oh yeah. Want die gebruik ik best wel vaak. Doet hij nu nog meer verdovingsschade? Kan ik misschien vaker vertellen dat hij doet? Haha. Oké. Boy, I hear your animal ahead. I knew it was a boy. Okay, so do your best. Already. Remember, draw to your chest. Wild boar's hide is thick. But what? I hit it, didn't I? I did what you said, and it looked like it bounced off. Could the boar be magical? Hmm. What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it, then. Dan kan je hem wel temmen, heb je hem als huisdier. Oké, vergeet ik niks. Vergeet ik niks. Oké, ik vergeet. Stay alert. More of those people? Something else. Hey, emmer. Ja. Goed gegooid, Ries. Hey, kraai. Eeuw. Hey, loop niet te duur zo. Some of the bodies are those weird dead things. Zo. Sorry, ik heb even je schuur gesloopt. Nou, ik heb gewoon een klein soort van boerderijdorpje om te plunderen. There's Draugr here too. It must have been fighting. Ik denk van ik kan het wel slopen, maar niet altijd. Wat? Er zat een stuk hout aan mijn kop was. Oh wow. Nee, hier kan ik niks meer slopen. Lijkt toch alsof daar een kistje binnen staat of zo, toch? Hier in deze? Ja, toch? Oh nee, dat is iets anders. Dat is gewoon een lijk of zo. Coming in! Father, this looks interesting. Oh, deze kan ik niet inbeuken. Nog meer emmers? Nee? Oké. Okay. Ik denk dat het was dan. Ja, dan kun je naar boven toch? Ja. Masker? Nee. Wel een kistje. Oeh, kistje. Kijk, allemaal zilver. Allemaal mooi. Ik kan hier nog iets doen. Oh, daar kom ik vandaan, geloof ik, of niet? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we weer verder. Als het er ooit afkomt wel. Another one! Wat? Oh, zo eentje. Dat was weer. Fatality. Ik dacht dat die aanraking van de helft verdovingsschade deed, maar hij kan natuurlijk tegen. Nou ja, die was gewoon mis.
Denk ik. Ja. Look, it's squeezed under that pillar. Oké. Hier zo, ga jij weer eerst. Ik zal hem niet op laten vallen. I got it. Elbow up. Steady hand. Relax. Accuracy over speed. Yes! Do not lose it. Oh, dit stukje. Oh. Hij verliest wel iets anders. Oh jee. Daar komt straks de preek van Krat. Heb je iets vergeten? Nee? Okay. Boy. Oh ja, dit stukje. Oh, oh. Boy. Where are you? Waar ben je gebleven? Volgens mij zit hij wel ergens nog kistjes. Dit ofzo. Is waar ik vandaan kom of niet? Of, ja, ik kom Dit is echt net een doolhof dit. Ja. Oké, ga ik naar links. Oh, dat kan niet, denk ik. Hierheen, denk ik. Hier naar links dan. I found it! Please hurry! Kan ik hier overheen? Nee. Dat ik hierheen moet. Ik heb het ook. Dan is hier gang. Atreus! He's going down! Krasje. Hey. Huh, wat was dat? Ja, ga ik nou deze kant op? Wait for me, boy! Zoon! Waar ben je? Atreus! Waar ben ik nu? Ik ben nog niet aan het beginnen. Dit loopt een soort van dood. Dan gaan we die andere kant proberen. Uh-oh. Atreus! We didn't know he belonged to anyone. He doesn't. He's my friend. The boy was following my command. Then help fix this. Hold here, please. Whoa. He's losing blood. The last of his kind in all the realm, and you shoot him. You needed food? Target practice. Target practice. Yeah, yo. I'm so sorry. Keep that pressure on. The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tight way inside him. Find both ends and hold them tightly. Oh my god. Dit heb jij weer, Krat. Start with the left side. Grab it and hold. Now the right side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. So now. Ill. The healing here. My home is just beyond the trees there. You will carry him. He must not die. Good. He seems stable and calm for now. Grey thought. Whoa. It is echt een heks. This way. Kratos heeft zoiets van, oh my fucking god, dit heb ik weer. Ja. Kom al, deze shit situatie. That bow is a little big for you, isn't it? My mother made it for me. Said I'd grow into it. I've never seen you in these woods. She must miss you being away from home. She...
She's dead. We're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes? It was her last wish. Boy. I'm sorry for your loss. Dit stuk ziet er wel heel mooi uit. Mm-hmm. Gaat ie goed, zwijntje? We're here. You live in a tree? Not in it. Below it. Hemele! Look! It's alright. Oké, goed onthouden, krat. Hemele! Daarmee laat je dat grote beest oprotten, denk ik. Dat is het geheime wachtwoord. Is he friendly? Boy. I promise you, he's safe. Are you sure? You won't hurt anyone. Als je het laat. Ik zie je wel naar me kijken. Hier, een zwijntje hebben. Wat? Moet je een zwijntje hebben? Oh, dat is waar, ik ben een zwijn aan het dragen. Quick. Hoi, is even rustig. Ik denk dat dit zwijn niet jouw huis in wilt, wijven. Place him on the stave there. Ah, ik heb de kotsen dan dat beest. No, no. Keep him still. Ik kan wel aan mijn zoon vragen of hij er een verdovingsspel in duikt. It's better this way. Yeah. My father doesn't like people either. Boy. Whoa, don't. Hold him still before he hurts himself. Good. Easy. Rest now. I need two more things. Fresh red root growth just behind the house. Can you pull a cluster? Succes zonder je mes, jochie. What else? I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? That is none of your concern. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me. I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. Echt, zo doen vrouwen echt altijd, hè? Lamb's cress. Zo doen vrouwen altijd. Hmm. Gewoon, ga dit voor me halen. Wil je dit voor me pakken? Doe dit, doe dat. Nou, gast. Nou, vooruit. Omdat je arme zwijntje ziek is. Oh, ik moet die zoon nog even vinden, want die... ik heb nog... jouw mes, knul. Oh boy. Hier komt de preek van Krat. I like her. I mean, she lives under a turtle. You are too open with her. We do not know if she can be trusted. She hasn't tried to kill us. Yet. Oh, oké. Nou, dan hou ik dat mes toch. Ja, wat? Oh, ja. Ga terug naar Atreus, is een objective. Waar is het? I can't quite get it. Aha. Hier. Would this help? I dropped it. When you were chasing the animal. What's wrong with me? If I lost it then. You did lose it.
I'll take better care of it from now on. Oeh. Krats en lectures, die zijn scary. Maar, you will grow up to be a strong boy. Oké, ik denk dat ik nu weer terug moet naar... Yep. Naar de vrouwtje. Naar Madame Tussaud. Al het onkruid in de schoot douwen. Woman. Ik heb je brandnetels. Hier. Oh, exactly what I need. So he's gonna live? Yes. Then we are leaving. Wait. Not without thanks. Ja, kan het zeggen. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. Dat was echt zo'n not van nou, vooruit. Oh, dat was die spreuk dat die schildpad gaat lopen. There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. Will we see you again? As much or as little as you like. Now get out of here. Come boy. Ah, I guess dat we kiet staan, wijfie. This underground path should put you back on your path to the mountain. Just use the boat. Wait. Say no. And take this. You can use it to orient yourself and navigate the world. It will always steer you towards your goals. Ik zei, I guess dat we de kiet staan nu, wijfie. Ja, ik denk het wel. I see a boat. Ready yourself, boy. Oh, de eerste nightmares. Oh ja. Dat lukt niet. Je wist het. Nightmare. Was er nog één, toch? Didn't think they were actually real. Nightmares. Yeah. They give people nightmares. Or they are nightmares. I don't remember which. I wish I could ask her. Hold on. Ik zit wel even alle spullen van die heks te slopen eigenlijk. Was dat van die geven ding? Joep. Dat vind ik echt leuk, die salto's. Hey. Ben jij levend? Ga niet meer. Hier, ga je de sloot in gooien. Da! Plonsje. Wel leuk dat je loot wel op de kant landt. Inderdaad. Echt chill. Ook nog best wel veel ook. Was het ook wel voor? Oh, moet ik naar links doen. Isn't that heavy? Yes. Doesn't seem heavy. Hij zegt ja. Die zoon die heeft zoiets van... waarom is mijn vader zo sterk? Ja, dat klopt. Dat was nog een kistje. Oh, nu heb ik zeker mezelf opgesloten.
Ik heb hem gewoon verplaatst, man. Ja. Of kan ik er naar voren duwen? Dat denk ik niet. Ik gewoon in de sloot of zo. Hè? Wel? Okay. Do not touch the water. Why? Do you know what dit hebben wij volgens mij nog nooit gedaan. It's pitch black. Then do not touch the water. Echt een goede tip eigenlijk. Wat is dat voor een dingetje? Ja, dat is voor later. Kan je nu nog niks mee. Maar later wel. Oh. Oké, ik kan nog ergens klimmen. Als het goed daar. Is. Nou ja. Oh nee, niet hier. Ik denk dat wel die kant in moet. Ja. Hier ben je al geweest namelijk. Kom hier beneden. Ja, dat. Ben je ook al geweest? Ik heb een keer open gemaakt. Ja. Ik kan maar nog iets vaags herinneren. Over dat ik een put uit kan klimmen. Hè? Maar misschien is dat ook gewoon later. Ik denk het. Tier 3 kist. Talisman. Ah. Dit is wel een chille talisman. Ja. Die is best wel behulpzaam eigenlijk. Ja. Alles slopen. Als jij trouwens wilt, dan mag je uiteraard. Oh ja, weet ik. Nou, kom zo. I guess dat we gewoon maar gaan bootje varen. Ik kom sowieso nog terug naar deze plek, dus. Ja, veel later volgens mij. I just can't believe I'm here, doing all this. There was a time I thought I'd never leave our woods, even my own bed. You were not to blame for your sickness. Oh, I know. I guess I'm just saying, this is great. Zo, nou jij mag bepalen welke kant op gaan, goed? Want zo meteen kunnen we een hoop kant op. There's the mountain. Look how close we are. We flow into seawater. How do you know? Do you not smell it? If that smells the sea, the sea stinks. De zee stinkt. Look at that. It's Thor. Thor, god of thunder. That's right. I never thought you listened when Mother spoke of the gods. I seldom did. Did she speak of one who could feel no pain? Oh. That sounds like Baldur. Baldur. An Aesir god. Son of Odin and Frigg. And Odin is king. That's right. Why do you ask? Je bent een beetje verzopen, Thor. I think I see something. Just sitting there in the middle of the lake. Ik denk dat dit het is. Ik weet niet waar jij een standbeeld van bent, maar je bent ook een beetje lelijk. Een beetje overspoeld. Wil je het voor me lezen, zoontje? It reads: sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. What? Throw our weapons into the water? Guess that won't be a problem for you.
Are you gonna do it? Nou, vooruit. Het is omdat ik hem kan terugroepen. Anders had je zelf pijlen in de sloot mogen schieten. Alley-oop. En kom maar terug, Beltje. The axe did not return. Beltje. Oog. Deze is nog groter dan de schildpad. Zo. Hey, thanks man. Wasn't there before, see? And there's the mountain. Look it. That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. Oh yeah. There, next to the flag. Nah. To the dock first, right? There's wel een hele hoop in één keer. To walk on it, who knows how long. You know that serpent? He's one of the giants. He's so big he's wrapped around the whole world and bites his own tail. An exaggeration. I don't know. Looked pretty big to me. Ik wil het aaien. Waar is hij gebleven? Ah, hij is daar. Hij is helemaal daar. Hij slaapt. Nou ja, fuck it dan. Dus, ja, nou hier kunnen we echt voor alles doen, dus... En heel meer om te verkennen. Dus ja, welke kant je in wil, daar ligt een beetje aan wat je zelf wil, denk ik. Die tonnetjes die geven geld. Oh, good. Zilver. I was hoping we might explore a little. When we wish to continue our journey, we know to return here. Wil jij... waar wil jij in? Ik weet niet meer wat ik toen allemaal heb gedaan. Het is een beetje even te lang geleden nou. Toen jij ging spelen, ging je lekker off-track. Hè? Toen jij jouw spel aan het spelen was, toen ging jij lekker off-track bij dit meer. Dat maakte jou lekker sterk op een gegeven moment. Dat klopt, ja. Ja, hier is nog een top. Mag jij het meer wel, of niet anders? Oh. Ik ben toen al zo allemaal bezig geweest met dat meer. Oeh. Dat is wel leuk vandaag niet, man. Maar... Hey, ik weet hoe ik moet varen. Het leek even alsof ik het nog moest leren. Huh. Let's hang on to it. Oké. Dit is een nieuwe. Verlaten schip. 8 van deze. 8 van deze artefacten, oké. Goed. Wat hebben we hier? Is this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is Sackseed. Have I got something for you two? Brock? But how did you. None of your fucking business. Now get in here. I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first.
Okay. Fishers. Hij kan nog sneller reizen dan. Word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. Krijg je ook niet een axe upgrade bij hem nou trouwens? Of was dat pas weer bij die andere weer? You rust around like that everywhere? Yeez. Hey, mooie shop, man. Zal ik eens even kijken wat hij heeft? Catch! Oh, thanks. The pile of rocks there? With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the world tree. A shortcut between the realms. If you ever see him out in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way. Straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path. Lest you want death. Yeah, I don't see us wanting that. Okay. Mag ik nu kijken wat je allemaal in je shop hebt? Ah, hij heeft een paar nieuwe dingen. Oh, krijg ik weer tutorial? Oh nee, toch niet. Nou, ik heb de bel niet upgraden, maar niet. Dit is maken. Deze. Wel vet goedkoop, maar... Oh, deze zijn wel cool. Wat is dit? Heuppanzer. Deze is lelijk. Deze is wel cool. Ja, die geeft ook lekker veel kracht erbij. Oh ja, dat was wat ik toen deed. Ik had heel veel die kracht items aangedaan. Deze die is ook best wel goedkoop. What you need, kid? Oh nee, deze die heb ik al gekocht voor hem. Belgevest. Ik ging gewoon altijd voor hetgene met de meeste kracht, man. Dit kost op zich ook niet echt duur. Maar ik kan me nog herinneren dat je binnen best wel snel een bel gevest krijgt. Ergens. Ja, volgens mij wel. Van off-track kwestie. Talisman. Ik heb al een vet goede talisman. Maar ik wil even kijken wat je hebt. Oh, dit is een passive. Hmm. Er zit alleen maar een passive op. En dit? Kracht. Nee. We hebben geen talisman nodig, hè? Ik vind heel talisman best wel goed. De borst, pols en heup. Daar zitten de leukste dingen in. Aha. Uh-huh. Even kijken wat ik hier kan. Upgraden, pel. Oh. Oh, dit vind ik chill. En deze upgraden. Oh nee, dat kan nog niet. Heb niet genoeg mats. Betoveringen kan ik eigenlijk nog niet gebruiken. Toveringen, die zou ik niet doen. Mag natuurlijk wel als jij die wilt, maar... Je komt betoveringen tegen, nog voordat je ze kan equippen. Dus, oh. Ik... De... What'll it be, shorty? De coolste vind ik deze om te kopen. Mag ik? Hebben we dat? Oh ja, dat hebben we wel, oké. Mag ik die? Ja hoor. Yay! Dat is ook gewoon een hele andere, want dan mag je vier pijlen schieten of zo. Plaats van drie, mag je vier of vijf, of wat was dat nou ook alweer? Verbetert de snelheid. Ja, dat is ook wat chill. En het verandert van uiterlijk. Ja, kleurt wel mooi bij zijn outfit. Ja, nou deze heeft hij niet, hij heeft deze. Oh. Die gele. Oh ja, die kleurt ook wel bij zijn outfit. De andere dingen die chill waren de borst, pols en heup. Oké. Ik maar... Jij mag bepalen. Welke geeft het meeste kracht? Nou, ze hebben... Allebei hebben ze er eentje van kracht. Maar volgens mij inderdaad wat je zei, die heup of wat was dat ook weer, die kreeg je volgens mij... Kregen we überhaupt niet een paar van die items als je off-track gaat of zo? Ja, ook. Dus ja, we kunnen wel dingen pakken, maar je kan ook even... Ja, ik weet niet wat best is. Oké, okay, nou dan hou ik het gewoon... Precies wat nou het beste is. Want volgens mij kreeg je relatief vanaf dit punt nog best wel snel die andere items, zeg maar. Ja. En dat waren dan van die blauwe en zo, dus. Ja.
Goed, nou dan ga ik hier zo even de sessie stoppen. Ga ik straks even rond het meer varen. Even off track. Ik denk dat jij dat wel leuk vindt, toch? Oké. Hoe bedoel je dat ik dat leuk vind trouwens?